Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hele leuke bloemetjessteek haken. Kijk, die bloemetjes die zijn heel leuk opgebouwd en ik zal dadelijk zo de camera goed zetten zodat je het beter kan zien. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan dus haken, tenminste. Ik help heel veel mensen en als je vragen hebt dan zet ze hieronder. De beschrijving. Schrijf het even uit wat je bedoelt. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken, alle duimpjes omhoog, abonneren. En we gaan ook zo beginnen. En deze steek die lijkt heel moeilijk, maar ik vond hem in het begin ingewikkeld om te lezen op het diagram. Maar ik ga hem uitleggen en het diagram erbij. En dan gaan we zo beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig een stopnaald om je draadjes weg te werken met een botte punt. Een haaknaald. Ik heb nu nummer 4, een schaartje en een centimeter. Tot zo! Je begint met een opzet. Ketting, of met een opzetlus, zo moet ik het zeggen. En je haakt 39 lossen. We beginnen met het eerste stokje te zetten in de zesde steek vanaf de haaknaald. Dus 1, 2, 3, 4, 5. In de zesde steek, daar zetten we het eerste stokje in deze. Dus ik zet er altijd even mijn duim op, omslaan en we zetten het stokje in de zesde steek. En dan zetten wij nog 2 bij in diezelfde steek. Gaan we nog 2 stokjes zetten. 1. Dan komt het er zo uit te zien en het is niet erg, dit trekt straks vanzelf recht. Dan gaan we nu 2 lossen maken. 1, 2. En dan gaan we in deze volgende steek, dus in deze, gaan we weer een groepje van 3 stokjes maken in dezelfde steek. Dus 1. Dan gaan we 2 lossen overslaan. Dus 1, 2 en in die derde daar zetten we een stokje. Dus 1, 2, in die derde, daar zetten we een stokje. Dan maken we 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we 3 steken overslaan. 1, 2, 3 steken overslaan. En in de vierde hier zetten we een stokje en in de volgende steek zetten we een stokje en in de volgende steek zetten we een stokje. Dan maken we weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan slaan we 4 steken over. 1, 2, 3, 4 en we zetten in de vijfde een vaste steek. Dan gaan we weer 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5 en we slaan weer 4 steken over. 1, 2, 3, 4 en in de vijfde zetten we een stokje.
gaan we nog in de volgende steek een stokje zetten. En in de volgende steek een stokje. En nu gaan we weer 3 losse maken. 1, 2, 3. We slaan er 1, 2, 3 steken over en we zetten een stokje. Dan gaan we 2 steken overslaan. 1, 2. Kijk hoor, 1, 2. En in die derde, daar zetten we weer een groepje van 3 stokjes in 1 opening. Even hier. Sorry hoor. Dus in 1 opening 3 stokjes als je 3 losse hebt overgeslagen. Dan 2 losse, 1, 2. En we gaan in de volgende steek, hier de volgende steek, maken we weer een groepje. Van 3 los of 3 stokjes, sorry, 3 stokjes. En dan gaan we in de laatste steek een stokje zetten en dat komt uit, want we slaan er nu 2 over en in de laatste steek zetten we een stokje. En dan is dit al de eerste toer. Komt er zo uit te zien. En dan gaan we 3 losse maken. Eén, twee, drie. En dan keren we het werk. Ik pak even het proeflapje erbij. Zie je? Wat we gedaan hebben, we hebben hier die groepjes gemaakt en ja, ik ga het niet nog een keer zeggen, want anders raak je anders in de war, want we gaan nu naar toer 2. Toer 2. Je hebt dus 3 losse gemaakt en het werk gekeerd. Even zorgen dat ik goed garen heb. En dan gaan we weer. Nu gaan we in deze opening een groepje van 3 stokjes maken, 2 losse en 3 stokjes. Dus 3 stokjes. 1, 2, 3, 2 losse en weer 3 stokjes. Dan gaan we een stokje op dit stokje zetten. Sorry, ik zit eigenlijk niet goed te kijken waar ik insteek. Zie je? Altijd even een beetje open trekken. Hier moet het stokje op. Zo. Dan gaan we 3 losse maken. 1, 2, 3. En dan gaan we op elke steek weer een stokje zetten. 1, 2. Dan gaan we nu hier in die bloem maken, maar we maken hem niet meteen helemaal. We gaan het met dubbele halve stokjes maken.
En we maken de eerste steek, zeg maar, met 4 lossen. Dus je maakt een ketting van 4 lossen. Dan gaan we in die eerste steek gaan we 2 dubbele stokjes haken, maar die maken we niet helemaal af. We laten die lus op de hakennaald staan. Dus we slaan 2 keer over. We gaan in deze eerste steek, we pakken de draad op door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dit is al het tweede dubbel stokje. Dan gaan we dit nog een keer doen in diezelfde steek. Een dubbel stokje, maar we maken hem niet af. Kijk of ik alle lusjes heb. Zo, zie je, dan heb je hier 3 lussen op je haaknaald. Dan gaan we naar deze begin, deze ketting. En daar gaan we de middelste van pakken, dus de derde. We gaan 2 keer omslaan. We pakken 1, 2, de derde steek. En dan gaan we weer een dubbel stokje. En die maken we niet af. En dan gaan we zo 3 keer doen. Dus in totaal in de middelste steek 2 keer omslaan en een dubbel stokje wat je niet afmaakt. Zie je, dan heb je 6 lussen op je haaknaald. Dan gaan we weer 2 keer omslaan en dan gaan we hier van deze rij gaan we weer de middelste pakken, dus 1 2 de derde deze, daar steken we in, we halen de draad op. We gaan door 1 en we gaan door 2. Dus dit is een dubbel stokje. En dan gaan we nog 2 keer doen in diezelfde opening. 1, 2 keer doorhalen. En nog een keer. En dan heb je al 3 bloemblaadjes gemaakt. Zie je? Dan heb je 9 lussen op je haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan sla je om. En dan ga je door alle 9 de lussen. Dan ga je weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we nog een bloemblaadje maken. Dan gaan we dus 2 keer omslaan en nu gaan we in deze middelste lus, zie je waar die bloemblaadjes uitkomen, daar gaan we nog 2 dubbele stokjes op maken. Die maken we niet af. Tot je 3 lussen op de haaknaald hebt, dan sla je om en je gaat door 3. Zie je? Dan is dit je vierde bloemblaadje. En dan gaan we de toer weer afmaken. Hetzelfde zoals we aan deze kant gedaan hebben. We beginnen omslaan en we pakken op dit stokje een gewoon stokje. Of we maken, zo moet ik het zeggen. En we gaan weer een stokje op het voorgaande stokje en nog een stokje op het voorgaande stokje, dan 3 lossen, 1 2 3, een stokje op dit stokje en dan gaan we hier weer 3 stokjes inzetten. 1, 2, 3, 2 lossen, en weer in deze opening 3 stokjes. 1, 2, 3.
zijn er bijna, de laatste stokje. Dan pak je, dit zijn die losse, dan pak je de laatste bovenste losse, daar steek je in, je haalt door en je maakt een stokje. En dit was het einde van toer 2. Zie je dat je die bloemblaadjes zo al krijgt? En dan gaan we dadelijk op de terugweg nog een 2 bloemblaadjes maken, zodat je in totaal 6 blaadjes hebt. Dus dit was toer 2 en dan gaan we met 3 lossen naar toer 3. Tot zo! Nu gaan we 3 lossen maken, 1, 2, 3 en we keren het werk. Nu gaan we aan toer 3 beginnen. Dan gaan we hierin weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. 2 lossen, 1, 2 lossen. Dan weer in dezezelfde opening 3 stokjes. 1, 2, 3. Op dit stokje een stokje. Sorry. Ja. Dan 3 lossen. 1, 2, 3. Dan weer op elk stokje een stokje. 1. 2. 3. En nu gaan we de bovenste 2 blaadjes maken en dan maken we eerst 2 lossen. 1, 2. En dan gaan we in die opening hierin gaan we 3 dubbele stokjes maken. Dus je slaat 2 keer je draad om je haaknaald en we gaan in die opening 3 dubbele stokjes maken en we laten de lus op de haaknaald. Dit is de derde. Dan gaan we omslaan door alle 4 de lussen en dan gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Zie je dat we nu 1, 2, 3, 4, 5 blaadjes hebben? Maar nu hebben we natuurlijk in toer 3 maken we er nog één. Dus dat we 6 blaadjes hebben, 2 keer om de haaknaald slaan, in die opening weer, daar gaan we 3 dubbele stokjes haken. En omslaan en door 4 lussen. En nu ga je nog 2 lossen maken. 1, 2. En nu kan je weer de toer vervolgen met een stokje hier op dit stokje. Dan gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. Dan zetten we nog 1 stokje op dit stokje. En dan gaan we meteen naar deze opening. Hier gaan we 3 stokjes inzetten. 1.
2, 3, 2 lossen en weer 3 stokjes in deze opening. 1, 2, 3. Omslaan en we gaan nu de laatste zoeken. Dan moet je echt kijken dat je die 3 stokjes hier hebt en de bovenste lus, daar ga je nog een stokje in zetten. En dan was dit de derde toer. Kijk wat een leuk patroontje dat je dan krijgt. Ik zal het voorbeeldje nog even pakken. Dit is de glanskatoen van de Vibra, die is echt wel mooi. Dit is ook mooi voor een zomertruitje te maken. Zie je dat? En deze toeren worden gewoon iedere keer herhaald, maar we gaan nu nog even, kijk, er zit nog iets tussen. Er zit hier nog een soort verbinding tussen. Dus we hebben nu 1, 2, 3 toeren gedaan. En dan gaan we nu naar de vierde toer. Tot zo. We beginnen de vierde toer met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan keren we het werk. En dan gaan we weer 3 stokjes in deze opening zetten. 1, 2, 3. Dan 2 lossen. En dan weer 3 stokjes. Dan weer 1 stokje op dit voorgaande stokje. Dit blijft gewoon iedere keer hetzelfde, die zijkanten. En dan gaan we weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. Zo, even garen pakken. Dan op elk stokje een stokje. En dan gaan we die verbindingen maken. Dus dat betekent dat we tien lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En straks gaan we dit verbinden hoor, maar nu nog niet in toer 4. Nu gaan we weer gewoon hier stokjes maken. Dus op elk stokje een stokje. En ik moet natuurlijk eerst even goed de draad om de haaknaald zetten en dan een stokje maken. Zie je? En in de vijfde toer dan pakken we dit samen. Maar dit is nog toer 4. Op elk stokje nog een stokje. Drie lossen. En een stokje. En dan gaan we hierboven weer 3 stokjes in maken. 1, 2, 3. Dan gaan we 2 lossen doen. 1, 2. En weer hierin, in die opening, gaan we 3 stokjes doen. 1, 2,
3. En dan gaan we nou de toer sluiten met hierboven de laatste steek. Daar gaan we een stokje op zetten. En dan was dit toer 4. Dan gaan we nu naar toer 5. En toer 5 beginnen we met 3 lossen. 1, 2, 3. We keren het werk. En we gaan hierboven gaan we 3 stokjes maken. 1, 2, 3. 2 lossen en weer hierin 3 stokjes. Je kan de video ook altijd langzaam zetten en de ondertiteling doe ik ook altijd ondertitelen, ook andere talen, dus die kan je ook aanzetten. Rechtsboven zit een knopje, of ja, 3 puntjes, en dan kan je aanklikken en dan kan je snelheid aanpassen en ondertiteling aanzetten. Maar goed, we zijn nu bij toer 5. We zijn nu bij het laatste groepje van die 3 stokjes. Dus we hebben net dit groepje gedaan, dan gaan we nu weer een stokje op dit stokje zetten. Dan weer 3 lossen. Dan weer een stokje op het stokje. En dan gaan we nu verbinden, maar we maken eerst 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En nu gaan we deze toeren verbinden. En dat doen we door hier in te steken. Zie je, dit is een andere toer, maar die pak je dan meteen mee. Je haalt je draad op. Wel even dat hij niet splijt. Nog een keer hier insteken. Je haalt je draad op. Je trekt door en omslaan door 2. Zie je dat dit dan een vaste wordt? En dan gaan we weer 5 lossen maken. 1, 2, 3. Oh nee, ik had gezegd 4, geloof ik. 1, 2, 3, 4 en een vaste. En weer 4 lossen. Ja. Dus. Dit waren, nee, het moeten toch 5 lossen zijn, sorry hoor, 5 lossen. En dan gaan we weer hier op elk stokje een stokje zetten. Zie je dat we deze nu verbonden hebben? En nu weer 3 lossen. 1, 2, 3. Dan weer een stokje op het volgende stokje. En dan ga je weer naar deze opening. Ga je weer die groepjes maken van 3 stokjes. Twee lossen. En weer hierin 3 stokjes. Dan sluit je toer 5 in de bovenste steek met een stokje. Dus het zijn iedere keer 5 toeren
welke je moet maken. En nu ga je weer verder met de eerste toer. Dus ik zou zeggen, graag duimpjes omhoog, abonneren, hieronder op mijn foto klikken. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer terug. En bedankt voor het kijken. Tot ziens!